Oké, goedemiddag iedereen. Van harte welkom bij onze webinar over tips en tricks voor optimaal werken op afstand met Microsoft Teams. We gaan er direct in vliegen, hè. Mijn naam is Gilles Drafontein en ik ben product manager voor Microsoft Teams bij Proximus. Eerst enkele praktische puntjes. Via een oranje pijltje rechts bovenaan uw scherm kunt u het controlepanel in- en uitklappen. In dat controlepanel zit er een question of chat functie waar u tijdens deze webinar vragen kunt stellen. We proberen nu zo snel mogelijk feedback te geven op uw vragen natuurlijk. Deze webinar wordt ook opgenomen. Als u de opgenomen versie bekijkt, dan is de chatfunctie echter niet beschikbaar. Goed, dan gaan we eraan beginnen. Vandaag geef ik jullie graag een demo en inleiding rond Microsoft Teams. En hoe jullie Teams kunnen gebruiken om productief te werken op afstand. Maar vooraleer over te gaan naar de demo, wil ik jullie even wat meer context meegeven rond Teams. En een eerste statement die ik hier eigenlijk wil bij maken, is dat de moderne werkplek vandaag meer dan ooit draait rond teamwork. We werken eigenlijk allemaal samen met een heleboel verschillende mensen en afdelingen. Vaak ook in projectmodus, in agile teams en natuurlijk ook zoveel mogelijk digitaal. Digitaal werken is natuurlijk geen nieuwigheid. De technologie daarentegen is wel zeker veranderd en ook aan constante verandering onderhevig. Teams is dan ook een volgende stap in het creëren van die ideale digitale werkplek waar je kan gaan samenwerken met je verschillende teams. Nu, over het algemeen is het teamwork-landschap toch eigenlijk wel sterk veranderd als we dat gaan vergelijken met een aantal jaren geleden. Om te beginnen zijn we dus zelf allemaal veel meer collaboratief beginnen werken. We spenderen eigenlijk zelfs meer dan 80%, 80% meer tijd aan samenwerking dan voorheen. En we doen dat zowel intern, extern en op afstand. We willen op elke plek, op elk moment en van op elk toestel toegang kunnen krijgen tot onze bestanden. En onze collega's, maar ook tot onze klanten, onze leveranciers, onze partners. Eigenlijk op elk moment van een dag. Bovendien zitten we eigenlijk met een enorm divers personeelsbestand. Voor de eerste keer zijn we immers met vier verschillende generaties die samenwerken binnen dezelfde bedrijven. En elke nieuwe generatie brengt natuurlijk ook zijn eigen noden mee, zijn eigen nieuwe trends mee, ook digitaal. Bijvoorbeeld de eerste generatie, de meest ervaren generatie zal ik hem maar noemen, is begonnen met het gebruiken van e-mail. Daarna de volgende generatie is hier chat aan gaan toevoegen. De derde generatie is dan eigenlijk het multiplatform gegeven met zich mee gaan brengen, dus een combinatie van bellen, chat, mailen en audioconferencing. En wat we vandaag eigenlijk zien bij de jongste generatie, is dat die een sterke voorkeur hebben voor videocalling. Om dus alle werknemers eigenlijk betrokken te houden, moet er dan ook volop geïnvesteerd worden in het verschaffen van een werkplek die hun alle tools geeft die ze zelf nodig hebben en die ze eigenlijk kunnen aanpassen naar gelang hun noden. Deze nieuwe situatie en deze nieuwe fenomenen brengen natuurlijk ook een heleboel uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld mensen die samenwerken aan bestanden hebben het vaak moeilijk om de juiste versie met elkaar te delen, opmerkingen bij te houden. En vaak is het ook moeilijk om externe te gaan betrekken. Werknemers beginnen dan ook eigenlijk dikwijls terug te grijpen naar shadow IT. Ze beginnen verschillende services en apps door elkaar te gebruiken, door elkaar te gaan implementeren. En dan krijg je al rap het risico op een wildgroei. Bijvoorbeeld, mensen gebruiken Slack om te chatten, Google Drive om bestanden op te slaan en te delen enzovoort. En dat zorgt eigenlijk voor een heleboel kopzorgen voor uw securityafdeling. Want waar gaat al die data immers naartoe? Een derde uitdaging is ook het feit dat werkkrachten sterk verspreid zitten. Ook dat bemoeilijkt de taak van de IT'ers. En zoals ik daarnet ook al zei, mensen zijn veel meer mobiel. Ze willen ten alle tijde op al hun verschillende toestellen toegang krijgen tot hun bestanden, tot hun collega's. Dus dat maakt het er ook allemaal niet gemakkelijker op. En dan natuurlijk vandaag ook de huidige situatie. Corona heeft heel veel kwalijke gevolgen. En eigenlijk kan voor sommigen ook werken van op afstand een nachtmerrie gaan worden. Nu, gelukkig is er Microsoft Teams om een verlichting te brengen en jullie even productief als anders te houden. Oké, wat is Teams? In Teams kan je om te beginnen
gaan communiceren via chat, meetings en calls. Je werkte samen met je teams in de Office apps die je al kent en gebruikt, zoals Word, Excel en PowerPoint. Teams laat ook toe dat iedereen op zijn eigen manier gaat werken. Dus je kan zelf applicaties gaan toevoegen en je eigen teamsomgeving gaan vormgeven. En bovendien is deze oplossing volledig veilig wat security betreft. Zo bescherm je al je bestanden en conversaties, ook als je met andere organisaties gaat samenwerken. Als ik nog rap even kijk naar teams en cijfers, zijn er eigenlijk een heleboel mensen en bedrijven die jullie zijn voorgegaan, zowel groot als klein. Wereldwijd gebruiken meer dan 500.000 ondernemingen Teams. En ook dus toonaangevende bedrijven zijn overgestapt naar Teams. En Microsoft blijft niet stilstaan. Dus bijvoorbeeld op het laatste puntje zie je hier dat er al meer dan 53 talen ondersteund worden, waaronder ook Nederlands. Dus wereldwijde uitrol en echt wel een buzz op dit moment. Goed, dan is het tijd voor een demo. Ik denk dat dat het interessant zal zijn. Oké. Als alles goed zou gaan, zien jullie nu mijn Teams-omgeving. Dat is een Teams-demo-omgeving. En zal ik jullie hier een korte rondleiding geven van de basic features en de belangrijkste functionaliteiten die jullie kunnen nodig hebben in het uitrollen van Teams. En hiermee gaan we beginnen hier aan de linkerkant, waar je eigenlijk al de verschillende afdelingen, al de verschillende secties van je Teams-omgeving vindt. Je hebt een activiteitssectie waar je al je notificaties binnenkrijgt, een chatafdeling, je verschillende teams, een kalender, je calls en je files. Maar het meest centrale punt van Teams is natuurlijk de Teams-afdeling, de Teams-sectie. En die staat nu geselecteerd. Dus in het middenste kolom zie je eigenlijk de teams waar ik momenteel deel van uitmaak. Dat zijn twee verschillende teams. En een team kan je gaan opstellen om te gaan samenwerken met je collega's. Bijvoorbeeld, je kan een team gaan creëren om te gaan samenwerken met je eigen team. Maar daarnaast kan je zeker ook een team gaan creëren om te gaan samenwerken rond een bepaald project. Met verschillende mensen die niet per se in je team zitten, maar die je wel nodig hebt om een project goed tot zijn einde te brengen. Bijvoorbeeld voor een klant of voor een productlancering. En dus hier zie je de twee teams waar ik momenteel deel van uitmaak. Als ik eigenlijk een nieuw team wil gaan toevoegen, dan kan ik hier heel gemakkelijk onderaan Join or Create a New Team klikken. En dan kies ik ervoor om een nieuw team te gaan creëren. In dit geval ga ik ervoor gaan kiezen om from scratch met een wit blad te beginnen en een nieuw team creëren. Dan kan ik ervoor gaan kiezen, oké, wat voor team zal dit zijn? Je hebt de keuze tussen drie opties, ofwel wordt dat een privaat team, een publiek of een organisatiewijd team. Private teams, daar hebben mensen een uitnodiging nodig om te kunnen deelnemen aan het team, om te kunnen samenwerken in dat team. Publieke teams zijn beschikbaar voor iedereen. Iedereen kan lid worden van die teams. En organisatiewijde teams, daar is iedereen binnen de organisatie eigenlijk d'office lid van het team en moet er zelf geen uitnodiging gestuurd worden. In dit geval zal ik een publiek team aanmaken en ik wil eigenlijk een team gaan aanmaken voor mijn marketingafdeling. Dus ik wil samenwerken met mijn collega's binnen marketing om bepaalde acties vorm te geven en projecten tot een goed einde te brengen. Voilà, ik creëer een team. Nice work, dat is gelukt. Een volgende stap is dan eigenlijk om verschillende mensen te gaan toevoegen aan dat team. In dit geval zal ik een tweetal mensen toevoegen. Henrietta en Pradeep. Ik voeg die mensen toe in mijn team, zodat die ook deel kunnen nemen aan dat team en samen kunnen werken aan hetgeen we hier opzetten. Hier zie je dat by default alle mensen die worden toegevoegd teammembers zijn, dus leden van dat team. Het is niet onbelangrijk om hier tenminste één ander persoon owner te maken van het team. Ikzelf, aangezien ik het team hier aanmaak, ben owner. Maar om het beheer van het team bij te houden, maak ik best ook nog iemand anders owner van dat team. Voilà, en zo zijn we klaar. Is er een team aangemaakt. Simple as that. Zoals je hier ziet, is mijn marketingteam hier komen te verschijnen. En staat er direct eigenlijk al een general channel klaar, een kanaal. Hier in mijn andere teams zie je dat ook, dat elk team opgesplitst is in verschillende kanalen. Eigenlijk subgroepen of subdivisies binnen eenzelfde team.
En marketing wil ik hier nog extra kanalen gaan toevoegen. Doe ik gewoon erop de drie puntjes klikken en een kanaal toevoegen. En ik wil om te beginnen een kanaal toevoegen voor mijn events. Dus met de marketingafdeling organiseren we bepaalde evenementen. Dan voeg ik dat kanaal toe om eigenlijk meer specifiek rond evenementen te gaan samenwerken. En hier bestanden en berichten te gaan plaatsen die van toepassing zijn op evenementen. Daarnaast voeg ik ook nog een kanaal toe om digitale marketing te gaan doen. Dus we hebben ook onze social media posts, onze digitale acties. En dat is eigenlijk een ander topic dan onze events. Dus ik wil daar ook een kanaal specifiek voor maken. Nu, hier in dit geval zijn mijn kanalen hier nog leeg, is er nog niets gebeurd. Dus om een beter zicht te geven op wat er mogelijk is in een kanaal binnen een team, ga ik even een kanaal openen dat al gebruikt wordt. Bijvoorbeeld hier Digital Assets Web. En zoals je hier ziet, kan je hier alle verschillende berichten terugvinden die eigenlijk in het verleden gepost zijn in dat kanaal. En eigenlijk kan je dat een beetje vergelijken met WhatsApp. Als je wordt toegevoegd aan een WhatsApp, kan je ook alle berichten zien die voorheen zijn gepost. Dus als er een nieuwe persoon binnenkomt in uw team, dan krijgt die toegang tot een team, tot een kanaal. En die persoon zal ook direct up-to-date zijn met alle beslissingen die genomen zijn, alle bestanden die gedeeld zijn, enzovoort. Maar ook langs de andere kant, als de persoon de organisatie verlaat, dan wil dat niet zeggen dat alle bestanden en alle berichten die hij in de teams geplaatst heeft, ook verwijderd zijn. Die blijven gewoon in dat team beschikbaar. Een tweede belangrijk principe van het werken in kanalen is iets wat Threaded Chat noemt. Dus hier bijvoorbeeld zie je een bericht van Isaiah. En Isaiah zou graag wat snelle feedback krijgen over een websitevoorstel dat hij gemaakt heeft. Zoals je hier kan zien, zijn er hier twee antwoorden op gegeven. En je ziet dat Alex hier rechtstreeks op Isaiah geantwoord heeft. En dat is eigenlijk het principe van Threaded Chat. Mensen kunnen rechtstreeks op berichten van iemand anders gaan antwoorden, zodanig dat een conversatie eigenlijk contained blijft, dat die samengehouden blijft en waardoor dat er eigenlijk geen berichten kunnen tussenkomen. Dus op die manier kunnen mensen zeer gemakkelijk een overzicht krijgen van vragen en antwoorden die op één vraag gegeven werden. Als we dat gaan vergelijken met een mailcontext van vandaag, dan zou Isaiah, als hij feedback wil krijgen op zijn website proposal, zou hij een mail uitsturen naar heel zijn team. Zou iedereen zijn mailbox vervuld worden met korte berichtjes? Zouden er misschien mensen uit de loop gehouden worden, per ongeluk of desalniet gewenst? En hier kan je eigenlijk die volledige conversatie in één oogopslag te zien krijgen. Daarnaast zie je ook dat er hier likes kunnen gegeven worden op bepaalde berichten, wat er ook voor zorgt dat je makkelijk erkenning kan geven aan iemands werk, zonder dat je daarvoor nodeloos een mailtje moet gaan sturen en mensen hun mailbox moet gaan vervuilen, laten we maar zeggen. Nu, in kanalen kan je niet enkel conversaties hebben, je kan eigenlijk ook bestanden gaan delen in kanalen. En Teams werkt eigenlijk als een overlay, als een laagje bovenop de verschillende Office-applicaties die jullie kennen en gebruiken, zoals Word, PowerPoint, Excel enzovoort, wat er eigenlijk voor zorgt dat je te alle tijden in je Teams-omgeving kan blijven. Dat wil zeggen dat je niet moet switchen van PowerPoint naar Word, terug naar een Excel, terug naar je Teams-omgeving. Nee, je kan te alle tijden in je Teams-omgeving blijven. En dat is eigenlijk heel belangrijk in de filosofie van Microsoft, aangezien je op die manier enorm aan productiviteit wint. Het is namelijk bewezen door onderzoek dat van zodra iemand afgeleid is, als hij een focustaak aan het doen is, hij krijgt een mail binnen of hij moet naar een andere applicatie gaan, dat het tot wel 20 minuten kan duren om eigenlijk opnieuw focus te hebben en opnieuw in de workflow te zijn. Dus vandaar ten alle tijde in Teams blijven. En als ik hier een bestand ga delen in een Teams-omgeving om samen te werken met mijn collega's aan dat bestand, dan krijg je dat terug te zien in de files-tab. Ik zal een keer deze PowerPoint hier openen bijvoorbeeld. En dan zie je dat we ook hier weer opnieuw in de Teams-omgeving blijven. En hier krijg je dan eenzelfde interface te zien als een PowerPoint online. Dus hier zijn alle basic functionaliteiten aanwezig, waardoor je heel makkelijk rap een aanpassing kan gaan doen aan uw PowerPoint.
Nu, als je echt in depth die PowerPoint wil gaan aanpassen en alle toeters en bellen van PowerPoint wil gaan gebruiken, dat is ook nog altijd mogelijk. Dan kan je gewoon die PowerPoint gaan openen in je desktop-app, dus in PowerPoint zelf, waardoor dat je met alle functionaliteiten aan de slag kan. En op die manier kunnen mensen eigenlijk binnen een team zeer gemakkelijk aan bestanden gaan samenwerken. Nu, je vraagt je misschien af, oké, als ik hier bestanden ga delen in mijn Teams-omgeving, waar worden die opgeslagen? Waar kan ik die terugvinden? Nu, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Iedere keer dat er een nieuw team aangemaakt wordt, bijvoorbeeld zoals ik daarnet gedaan heb voor het marketingteam, wordt er automatisch in de backend ook een SharePoint-pagina aangemaakt voor dat team. Dus alle bestanden die gedeeld worden, bijvoorbeeld in mijn marketingteam, zullen opgeslagen worden ook in de SharePoint die toegewezen is aan dat marketingteam, om ook overal alles overzichtelijk te houden. Voilà, dat was eigenlijk de Teams-afdeling. Daarnaast heb je uw chatafdeling. En hier is het eigenlijk zeer belangrijk, ook in deze tijden van remote work, dat we eigenlijk die chat op de juiste manier gaan gebruiken. Conversaties zoals we die daarnet zagen, bijvoorbeeld hier in het Digital Asset Web Team, dat zijn berichten die je met je hele team wil delen. Dat zijn berichten die iedereen moet gezien hebben. Dat zijn berichten waar iedereen aan moet kunnen samenwerken. Maar daarnaast zijn er ook een heleboel berichten die je misschien specifiek naar één of enkele personen, niet noodzakelijk naar je hele team wil richten. En dat kan je perfect doen in een chat. Dus berichten voor een heel team, doe dat maar in een Teams-omgeving. En in een chat specifiek naar bepaalde mensen. En zoals je hier ziet, kan ik hier rechtstreeks naar bepaalde mensen een bericht sturen. Kan ik zeer gemakkelijk die tekst rijk gaan editen. Kan ik ook bestanden gaan toevoegen vanop mijn OneDrive of vanop mijn computer? En kan ik eigenlijk ook bijvoorbeeld GIFs gaan toevoegen? Dat lijkt misschien een beetje onnozel, maar dat is wel een illustratie van ook de meer informele manier van werken die Teams voorop stelt. Als je nu toevallig iets niet uitgelegd krijgt in een chat, als het iets moeilijk is om in tekst te zetten, dan is het eigenlijk ook zeer gemakkelijk om vanuit uw chatomgeving te gaan escaleren met die persoon naar een videocall of naar een audiocall om rap iets uit te leggen. Daarnaast is het ook zeer gemakkelijk om eigenlijk nog een persoon te gaan toevoegen. En op die manier kan je een groepschat creëren. Dus ik wil hier ook bijvoorbeeld opnieuw Pradeepis gaan toevoegen. En dan creëer je eigenlijk een nieuw gesprek. Dus voordien was ik maar met twee, richt ik mijn berichten specifiek aan Henrietta. Nu heb ik Pradeep toegevoegd en die zal niet de geschiedenis zien, de privégeschiedenis van hetgeen ik met Henrietta besproken heb. Een tip die ik ook hier zou willen geven, dus communicatie is belangrijk en zelf in deze tijden overcommuniceren misschien nog belangrijker, om iedereen op dezelfde lijn te houden. Dus een tip dat ik hier nog zou willen geven is dat je heel gemakkelijk je groepschat een naam kan geven. Bijvoorbeeld demo. Kan op niets beter komen momenteel. voilà, dat is de chatafdeling. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog altijd uw meetings. Bijvoorbeeld, als je een meeting moet organiseren, dan klik je hier op uw kalendersectie. En hier zie je dat al mijn meetings vanuit mijn Outlook-omgeving opgenomen zijn hier in mijn Teams-omgeving. Net op dezelfde manier als Office 365 geïntegreerd is in Teams, waardoor dat je bestanden kan gaan gebruiken in je Teams, is ook Outlook geïntegreerd in Teams. Dus dan is het eigenlijk heel gemakkelijk om een nieuwe meeting te gaan organiseren. En dat doe je zo, ik maak een nieuwe meeting aan. Ik wil een meeting houden opnieuw over marketing. Ik vroeg hier mijn attendees aan toe, de aanwezigen. Henrietta en opnieuw Pradeep. En dan kan ik kiezen wanneer dat ik die meeting ga houden. Heb ik hier ook mijn scheduling assistant bovenaan, waardoor dat je makkelijk kan zien wanneer de andere mensen beschikbaar zijn. En dan kan ik er eigenlijk ook voor gaan kiezen om die meeting in een bepaald kanaal te gaan houden. Wat eigenlijk zeer gemakkelijk kan zijn, want op die manier kan je eigenlijk een hele meeting experience gaan bouwen van begin tot eind. Bijvoorbeeld, als ik een meeting wil organiseren in mijn marketingteam, bijvoorbeeld in mijn events kanaal,
dan kan ik voor die meeting, ik zeg maar, bestanden gaan delen om een locatie te zoeken voor een evenement. Dan kan ik de meeting effectief gaan houden met die personen hier. En nadien, eens dat die meeting gedaan is, kan ik ook automatisch mijn notities over die meeting terug in dat kanaal, in het eventskanaal gaan plaatsen, waardoor je eigenlijk van start tot einde een complete meeting flow hebt en alles kan bijhouden. Oké, ik ga die meeting invite nu sturen. En goed, ik kan ook kiezen om eigenlijk direct te meeten. En dan zie je dat ik eigenlijk, voordat ik de meeting binnenga, kan kiezen ofwel zet ik mijn camera aan of uit. Daarnaast kan ik ook mijn background gaan blurren, waardoor dat mensen niet afgeleid zijn door mijn achtergrond. En kan ik gaan muten of unmuten. Als ik hier join, en ik ga even mijn camera ook uitschakelen, dan kan ik verschillende zaken doen. Dus ik kan mijn scherm gaan delen in de meeting. Ik kan mijn hele desktop gaan delen, of een bepaalde applicatie kan ik ook gaan delen. Ik kan gaan samenwerken op een whiteboard met verschillende mensen. Ik kan daarnaast ook mijn conversation tonen, waarbij ik ga chatten met mensen tijdens de meeting en mijn participants weergeven. Dus een heleboel functionaliteiten beschikbaar in uw meetingsafdeling. Goed. Daarnaast heb ik ook mijn callsafdeling. En hier kan je eigenlijk uw Teams-omgeving als uw telefoon gaan gebruiken. Hier kunnen we ervoor zorgen dat u naar buiten kan bellen naar vaste, mobiele of internationale nummers. En kunnen wij eigenlijk een Proximus-nummer gaan toevoegen aan uw Teams-account, laat ons maar zeggen. Waardoor dat je over het PST-netwerk naar buiten kan bellen. In deze afdeling krijg je dus toegang tot uw contacten, uw belhistoriek, maar ook uw voicemail die binnenkomt. Zo, we hebben het gehad over uw Teams-afdeling, waarbij dat je gaat samenwerken met mensen. Daarnaast hebben we het gehad over communiceren in uw chat-afdeling, in de meetings, dus uw kalenderafdeling en uw calls. Microsoft voegt er eigenlijk nog een derde laag aan toe, dat noemen ze Intelligent Communications. En dat kun je hier terugvinden in deze apps-afdeling. En dat kan je eigenlijk een beetje vergelijken zoals een Apple App Store of een Google Play Store, waarbij dat je dus een heleboel verschillende applicaties kan gaan toevoegen aan je Teams-omgeving. Zowel Microsoft-applicaties als applicaties van derde partijen. Bijvoorbeeld, stel, ik werk in sales. Ik gebruik vaak Salesforce. Dan kan ik hier gaan zoeken naar Salesforce en gaan toevoegen aan een kanaal om eigenlijk ook in dat kanaal die meldingen over mijn opportuniteiten binnen te krijgen, mijn meldingen uit Salesforce binnen te krijgen. En op die manier kan je dus een heleboel verschillende applicaties gaan toevoegen, gaande van bots naar polls, naar Jira. Eigenlijk heel veel zaken om je Teams-omgeving opnieuw zelf vorm te geven en aan te passen aan je eigen noden. Teams, hier ben ik de desktop app eigenlijk aan het tonen. Teams is ook beschikbaar op een mobiele app, dus je kan Teams ook op je mobiel toestel gebruiken, op iOS of Android. Je kan hem ook gebruiken op de webapplicatie en dus ook op je desktop applicatie zoals ik hier aan het tonen ben. Op alle drie de verschillende kanalen, laten we maar zeggen, op alle drie de verschillende manieren waarop je Teams gebruikt, zijn alle functionaliteiten beschikbaar, dus ook op je mobiel. Werkt fantastisch. Zeker een aanrader om dat ook een keer te proberen. Dan om deze demo af te sluiten, heb ik nog een aantal persoonlijke tips voor jullie, die ik naar voren zou willen schuiven in deze tijden van remote working, om eigenlijk uw Teams zo vlot en zo goed mogelijk te gebruiken. Ten eerste zou ik jullie willen aanraden om focus time te boeken. Het is belangrijk dat je kan concentreren op het werk dat je moet doen, dat je niet constant afgeleid bent door notificaties of meldingen binnenkomen, chats, whatever. Zorg voor focus time. Ik zou aanraden om vooral notificaties aan te zetten voor de zaken die u rechtstreeks aanbelangen. Bijvoorbeeld alle rechtstreekse ad mentions of uw chat messages.
En eigenlijk het aanpassen van uw notificaties is heel makkelijk. Klik je op uw profielfoto hierboven. Ga je naar je settings. En kan je bij notifications overal aanpassen op welke manier je notificaties wil binnenkrijgen. Van uw mentions tot uw messages en uw Teams memberships bijvoorbeeld. Dat was tip nummer 1. Een tweede tip die ik zou willen geven is bookmark berichten. Bookmark belangrijke berichten, sla die op. Bijvoorbeeld als er een bepaalde discussie geweest is, opnieuw die samengehouden wordt door die threaded chat. Dat zou ik aanraden, als je die nog nodig hebt in de toekomst, of als je die rap wil kunnen terugvinden, dat je die gaat bookmarken door hier bovenaan op de 3 puntjes te klikken. Die stond hier al toevallig bookmarked. Ik ga die opnieuw bookmarken, dus save this message. En om eigenlijk die bookmarks te gaan toevoegen, heb ik een zeer gemakkelijke shortcut. Dan zoek je gewoon in de searchbar voor /saved. En dan krijg je direct je saved list en krijg je hier alle berichten die je zelf geboekmarkt hebt heel makkelijk terug. Een derde tip die ik zou hebben is het gebruiken van uw groepchat. Doe dat zoveel mogelijk. Zeker in deze tijden is overcommuniceren zeker niet erg. Opnieuw geef die groepchats die je toevoegt een naam. Op die manier kun je ze makkelijker terugvinden en zijn mensen ook op de hoogte van de context van die groepschat. Hoe kan ik een naam trouwens aanpassen als ik hier iemand ga toevoegen? Dus ik maak hier een groepchat met iemand. Hallo. En als ik de naam wil aanpassen, dan is het dus hier op het potloodje klikken op edit the group name. Ten slotte, mijn laatste tip die ik nog zou willen meegeven is eigenlijk stay organized. Net als op je fysieke bureau moet ook je digitale werkplek overzichtelijk blijven, zeker in deze tijden. En dus zou ik ook aanraden om vooral de teams die je vaak gebruikt, die het meest van belang zijn voor u op dit moment, om die om te beginnen al bovenaan te plaatsen. Dus ik kan mijn marketingteam hier bovenaan gaan plaatsen. En daarnaast ook uw bestanden die het belangrijkst zijn, te gaan pinnen. Op die manier blijven ze vaststaan op op dezelfde plaats en kun je ze rap raadplegen, moest je al veel teams hier krijgen. Voilà, dan stel ik voor dat we het eventjes hierbij houden. Ga ik even terug naar de presentatie. Even kijken, de meeste vragen werden al beantwoord door mijn collega's. Kan je ook mensen van buiten je organisatie aan het team toevoegen? Ja, dat is ook zeker mogelijk. Dat is geen probleem. Als uw organisatie zelf dat ook toelaat, dan kun je met gemak mensen buiten uw organisatie gaan toevoegen aan een nieuw team. Of kan je ook meetings gaan houden met uw applicatie. Of met met mensen buiten de organisatie. Hoe kan je bellen met iemand die geen deel uitmaakt van jouw team? Bijvoorbeeld een klant. Dus opnieuw, daar kan je mensen gaan uitnodigen buiten uw organisatie om deel te nemen aan uw team. En als het echt om bellen gaat en je hebt die callfunctie hier enabled via Proximus bijvoorbeeld, dan kan je ook naar hun persoonlijke nummer gaan uitbellen. Worden bestanden automatisch geüpdate in Teams wanneer er buiten Teams aan wordt gewerkt? Ja, dat is geen probleem. Dus ofwel werk je er inderdaad binnen uw Teams-omgeving aan, waardoor dat je rap enkele aanpassingen kan gaan doen. Ofwel kan je ook dus uw desktop-app gaan openen, zoals hier vermeld, Robin. Bijvoorbeeld in PowerPoint, dan werk je verder in PowerPoint, sla je gewoon op. Dezelfde manier waarop je eigenlijk een bestand uit SharePoint zou gaan aanpassen, kan je gewoon opslaan en wordt dat automatisch geüpdate in je Teams-omgeving. Het is blijkbaar ook mogelijk om meetings op te slaan, zodat iemand die kan beluisteren nadien. Ja, dat is inderdaad mogelijk. Je kan die gaan recorden met een extra licentie die Microsoft Stream noemt. Die moet toegevoegd worden. En dan qua opslag is dat zeer ruim, dus daar kom je hier op tekort. En hoe lang het bewaard wordt, kan je dat ook eigenlijk zelf gaan instellen naar de retention policies toe.
Ik had ook begrepen van een collega dat je scherm kan delen. Klopt dit? Ja, dus inderdaad, in een meeting kan je zeer gemakkelijk je scherm gaan delen. Kan je ofwel je volledige desktop gaan delen, ofwel een specifieke applicatie. En op die manier kunnen andere mensen binnen een meeting of binnen een conference ook genieten van uw presentatie eigenlijk. Hoe krijg ik kalender in de linkerzijde, zie ik? Dan moet je best eens vragen aan uw admin. Dus uw admin beslist wie dat er eigenlijk toegang krijgt tot welke eigenlijk blokjes aan de zijkant zichtbaar zijn. Zo niet, als je dat zelf kan aanpassen, is dat in het Teams Admin Center, dat je kan kiezen welke secties er zichtbaar zijn aan de linkerkant. Kan ik dit dus vergelijken met Slack? Ja, inderdaad. Teams valt zeker te vergelijken met Slack. Slack is ook een team collaboration oplossing. Maar het voordeel van Teams is natuurlijk dat je je hele Microsoft-omgeving hebt, dat alles embedded is, je Office 365-applicaties, je SharePoint-opslag, je OneDrive, je Outlook-integratie, waardoor dat je eigenlijk echt één oplossing krijgt om samen te werken met anderen en dus eigenlijk één digitale werkplek. Ik zie hier nog voor een conference call met klanten, wat is beter, Webex of Teams? Daar kunnen we op terugkomen. Ik zal natuurlijk zeggen dat Teams hier beter is. Maar Webex heeft ook gelijkaardige functionaliteiten eigenlijk voor andere noden. Maar opnieuw hier voor Teams is er vooral ook de focus op alles wat de Office 365 is en eigenlijk die volledige workspace hub te creëren. Is er een reden dat deze webinar niet via Teams wordt gegeven? Ja, dat is een zeer goede vraag, Julie. De reden daarvoor is dat we deze tool, dus GoToWebinar, gebruiken, omdat daar onze marketing automation achter zit. Maar inderdaad, in het vervolg zou het inderdaad niet slecht zijn om dat via Teams te doen. Ik zie hier ook een vraag: moet iedereen een Teams-licentie hebben? Moet toeleveranciers die in een project meewerken en lid zijn van het team zelf een licentie aanschaffen? In principe kan iedereen voor een meeting bijvoorbeeld uitgenodigd worden, gelijk welk e-mailadres dat ze hebben. Daarnaast zijn er ook verschillende mogelijkheden om gratis in Teams te beginnen werken, zonder dat je bepaalde Office 365 licenties hebt afgenomen. Maar daarnaast, om van alle functionaliteiten te genieten, zijn natuurlijk licenties nodig. Het is wel belangrijk, zeker in deze tijden, dat je zeker in Teams kan beginnen werken. Van zodra dat je eigenlijk aanmeldt of een Microsoft-account ook gaat aanmaken. En hier is er nog een vraag. Wordt er in dit webinar ook uitleg gegeven over direct routing? Nee, dat is niet de focus van deze webinar. De focus is hier voor eindusers of endusers. Je kan ons gerust contacteren. Ik zal straks onze contactgegevens eventjes doorgeven om verder over direct routing te babbelen. Direct routing is trouwens de mogelijkheid die Proximus vooruitschuift om uw Teams-omgeving te gebruiken als uw telefoon ook, dus om een Proximus-nummer of uw Proximus-nummers toe te voegen aan Teams, waardoor hij naar buiten kan gaan bellen. Er is hier nog een vraag: wat is een whiteboard? Een whiteboard is eigenlijk is een beetje moeilijk om dat nu te tonen zonder dat ik hier andere mensen in een meeting heb. Maar een whiteboard kan je best vergelijken met een whiteboard die je zou hebben in een meeting room. Dus gewoon een bord waarop je kan gaan brainstormen, maar dan digitaal. Dus eigenlijk krijg je een wit scherm voor u, waar u zelf kan tekeningen en schema's gaan maken. Samen met andere mensen binnen uw call die ook datzelfde wit scherm krijgen. En die ook uw annotaties, uw wijzigingen op dat scherm te zien krijgen. Dus op die manier kun je heel gemakkelijk gaan brainstormen in een online vergadering. Is Teams uitvoerbaar, compatible met bijvoorbeeld mobiele apparaten, bijvoorbeeld iPod, iOS en Android? Ja, zeker. Dus zoals daarnet ook al aangehaald, Teams is ook beschikbaar op mobiel. Zowel op iOS als op Android. En alle functionaliteiten zijn ook daar beschikbaar. Dus dat zou ik zeker ook aanraden om te gebruiken. Omdat dat ook volgens mij een zeer goede gebruikerservaring biedt.
Ik zie hier nog een vraag. Ik heb een OneNote notebook met documentatie. Is het mogelijk om deze te pinnen in Teams? Ja, dat is ook zeker mogelijk. Je kan zeer gemakkelijk eigenlijk een notebook gaan toevoegen aan uw Teams-omgeving. Bijvoorbeeld, ik ga hier even zo tonen. Kan je hier klikken op Add a tab in een bepaald kanaal. En dan kan je heel gemakkelijk een OneNote gaan toevoegen. Quit file management. Kreeg ik ook een vraag binnen. Opnieuw, van zodra dat er een nieuw team gecreëerd wordt, wordt er automatisch een SharePoint pagina gecreëerd. En worden daar alle bestanden opgeslaan. Als je daarentegen in de chat een bestand naar elkaar gaat doorsturen, dan worden die opgeslaan in uw OneDrive. Is Teams eerder gerelateerd aan bedrijfsomgeving? Kan dit ook louter onder privéomgeving? Is het een standaard applicatie binnen Office? Teams is opgezet in een bedrijfsomgeving, maar kan je volgens mij zeker ook gebruiken in een privéomgeving om het een en ander geregeld te krijgen in een grote familie bijvoorbeeld. Dat is zeker ook mogelijk. En of dat een standaard applicatie is binnen Office? Ja, in de meeste, zo goed als alle Office-licenties, is Teams vervat. Als je echter ook uw calling wilt toevoegen, dus uw PSTN calling, dan moet er nog een bijkomende licentie toegevoegd worden, namelijk Phone System licenties. Wat sla je op in de Wikitab? De Wikitab kan eigenlijk gebruikt worden om bepaalde standaard informatie op te slaan die eigenlijk toegankelijk zijn voor al uw teamleden. Bijvoorbeeld, ik heb een marketingteam en er zijn bepaalde richtlijnen naar het gebruik van kleurencodes of het gebruik van presentaties of bepaalde, zeg maar zelf, telefoonnummers die we vaak nodig hebben. Dan kan ik dat bijvoorbeeld in een wiki zetten, waardoor dat iedereen makkelijk toegang heeft tot die wiki en ook makkelijk standaard informatie terug kan gaan vinden. Vanaf welke goedkoopste Office 365 licentie is Teams beschikbaar? Teams is beschikbaar in zo goed als alle Office licenties. Dus ook in uw Business Essential plan kan je dat zit Teams inbegrepen. Maar daarnaast zijn er ook bepaalde freemium opties om met Teams aan de slag te gaan. Dus dat je gewoon uw e-mailadres kan opgeven en beginnen werken in Teams. Een belangrijke die ik ook hierbij wil meegeven, is dat voor bepaalde organisaties nu met COVID-19 Microsoft trials uitdeelt voor 6 maanden voor E1 licenties, enterprise licenties. Oké, dan stel ik voor dat we hier het stilletjes aan afsluiten, dat we ook terugkeren op de vragen die nog open zouden zijn. Mijn excuses voor de vragen die ik niet behandeld heb. Het zijn er een heleboel binnengekomen. Maar dan grijp ik eventjes terug naar mijn presentatie. Wil ik juist nog een oproep doen. Niet voor de demo, maar wel voor ons te contacteren. Dus moest er nog bijkomende vragen zijn naast degene die hier gesteld werden, kan je ons gerust contacteren via deze weblink. En dan kunnen wij u zo goed mogelijk proberen te helpen. Alvast bedankt voor de aandacht en voor de talrijke opkomst. En ik zou zeggen, stay safe, stay healthy, zorg voor elkaar en hopelijk tot gauw. Proximus. Think possible.